Wel, dames en heren, hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en het is heerlijk voorjaarsvakantie, dus ik heb goed uitgeslapen. Het is nu denk ik 11 uur. Ja, dus even lekker doorgepakt. En super leuk dat jullie er zijn. Jongens, vandaag 25 februari ben ik gewoon precies 1 jaar lang aan het vloggen. Yay! Dus dat is natuurlijk helemaal een mijlpaal, joh. Dat moeten we ook eigenlijk een keer helemaal vieren. Ja, ik weet niet hoe. Ik heb vandaag niks op de planning staan. Maar het moet gewoon gevierd worden. Dus het is helemaal leuk. En super leuk dat jullie dan gewoon alsnog weer kijken naar deze vlog. Jongens, een jaar lang kijken jullie ook al naar mijn vlogs, hè. Dat is toch raar? Dat is toch bijzonder? Nou, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. En ja, het zonnetje schijnt waanzinnig. Eigenlijk gewoon bijna te fel, vind ik. Maar dat geeft niet. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En we gaan lekker starten met vandaag. Ik ga vandaag eerst de dag beginnen met een vlog editen. Die vandaag online moet komen. Anders heb ik geen vlog. Ik weet echt dus niet wat ik ga doen. Het is buiten lekker weer. Dus ik ga even buiten TikToks opnemen. Ik heb er wel een paar al in gedachten. Dus ik moet me zo even een soort van klaarmaken. Ready to film, weet je. Maar eerst ga ik even iets eten, want ik heb nog niks op. De vlog staat online. Ik ben zo lui. Ik moet echt nu op gaan staan. 3:10. Outfit. Yes. Oké, ik ga eten. Ontbijt met een broodje en een croissant. Doe lekker wat hagelslagjes. Of een broodhagelslag. Eigenlijk wil ik altijd wel iets van boter, maar goed. Vandaag is echt zo'n typische zaterdag. Echt zo'n zaterdag dat je niks doet. Maar ik heb in tijden geen vrije dag meer gehad. Dit is echt een dag dat ik niks doe. Zo raar voelt dat. Dat is echt heel bizar. Want ik ben elke dag, doe ik wel iets of weet ik veel. Maar vandaag gewoon een hele dag niets. Dat is toch bizar eigenlijk. En dat je opeens niks doet, dat het dan opeens als een klap voelt. Het is buiten echt goed koud, joh, jongens. Haha, ik ga even TikTokken. Ik heb mijn standaard bij me. Ik heb toch even een zwarte broek aangetrokken. Dus ik ga even mijn ding omhoog doen. TikTok, jongens. Ik voel me echt weer een TikToker. Er is dus zo'n gek dansje. Deze. Ik kan hem alleen niet afspelen met geluid, denk ik. Maar dan moet je zo dansen. Kijk, Thomas heeft hem ook gedaan met Esmee. Dat is ook een TikToker. En dan moet je zo raar springen. Dus je moet zo doen. Heel benieuwd. Dus ik ga dat nu gewoon testen. En het schijnt best wel een trend te zijn. Dus misschien dat ik dan ook viral ga ermee. Hé, hey, het is gewoon grappig om die trend te doen. Want iedereen doet het. Dus dan moet je helemaal meedoen. Oh shit, nu al. Komt-ie. TikTok 1, done. Ja, dat is een speed challenge. Joh, dan moet je helemaal in snelheid een dansje kunnen doen. En dat gaat dan steeds sneller. Dus zeg maar, tot hoever kan je dansen? Maar ik heb hier geen wifi of zo. Heel jammer. Oké, guys. Oh, ik krijg allemaal pingels. Dit is een dansje weer. Dus dit is weer heel bijzonder. Kijk, en net had ik dat TikTokje opgenomen en dan krijg ik te horen dat dat geluid niet mag. Dat is dus auteurs, copyright, heel ingewikkeld. Dus dat mag ik dan helemaal niet gebruiken. Dus jammer weer, kan ik weer helemaal weggooien. Dus nu ga ik een ander TikTokje doen, ook in die trant. Ik zit even te twijfelen. Zou ik niet gelijk een YouTube video kunnen opnemen? Ik weet alleen niet wat, dus ik moet even een idee verzinnen en dan, het is nu hoe laat? 3:50, vind ik al best wel laat, zeg maar. Maar ja, ik dacht misschien, ja, dan heb ik maar iets. Denken. Ik ga gewoon live op TikTok.
Ik ga live. Dat is leuk. Ja. Zo, jongens. Ik ben lekker live. Hallootjes. Ja, gezellig weer zeg, met z'n allen. Hartstikke leuk, jongens. Nou, ik ben lekker live. Jongens, het is zo gezellig in de live. Er kijken gewoon nu ruim 300 man mee. Dat is toch fijn? Zo gezellig dat dat allemaal zo kan, hè, jongens. Zo. Is toch bizar? Oké, ik heb net even besloten dat ik naar de mall ga. Ik ga even lekker kijken in de winkels. Misschien een leuk kledingstuk kopen of zo. En kan ik gelijk ook even wat inspiratie opdoen voor een eventuele YouTube-video. En een uur later. En ik ben nog steeds thuis. Ik heb net even een video van Marcia gekeken. Want die uploadt iedere zaterdag om 3 uur. Ik zag de video in mijn inbox. Dus ik dacht, ik ga helemaal lekker kijken. Maar nu ga ik echt. En ik ga denk ik gelijk even iets eten in de mall. Misschien even bij Fappiano een pasta eten of zo. I don't know. Ach, kijk toevallig jongens. Oh, Marcia. Ach. Dit wordt echt forever mijn achtergrond. I love her. Het is echt a queen. Parfum of the day is trouwens deze van Calvin Klein. Echt super lekker. Super zomers. Oké, ik ga naar de mall fietsen. Ik mag wel opschieten ook, want die tram die gaat bijna fietsen. Mijn band is trouwens ook helemaal lek, joh. Voel ik. Ik voel me helemaal weer fietsen op dat bot van dat ding. Jee, daar zijn we weer. Wat is dit nou weer? Een hele dino hier in die winkelmal. Wat eng zeg. Kijk hoe eng. Ach, leuk voor de kinderen zeg allemaal. Kijk hoe schattig nou. Oh, heel leuk dit. Gaaf gemaakt ook hoor. Oké, ik loop nu even in de mediamarkt. Je kan het al zien aan dat rode witte ding. En ik ben even aan het kijken voor AirPods. Nou, eigenlijk wou ik dus zeg maar een koptelefoon, een Apple koptelefoon. Alleen die kan ik, die moet je dus volgens mij bestellen. Dus die kan je volgens mij niet in de winkel halen. Dat duurt heel lang, dat duurt echt 6 tot 8 weken of zo. Dus dat is echt mij te lang. Dus dan kijk ik wel even voor AirPods. Want ik wou dat leuk met Ashley kopen. We hadden helemaal een idee dat we dat samen gezellig gingen halen. Maar toen we zagen dat je dat alleen kon bestellen en niet live in de winkel kon kopen, dachten we eigenlijk alweer van, nou, laat dat maar weer voor wat het is. Nou, ik zit natuurlijk dus de hele tijd met 1 oortje en het is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Dus ik heb hier dan nieuwe AirPods. Ja, ik heb het wel nodig, anders zit ik echt de hele tijd met 1 oortje. Nou, dat is echt rampig hoor. Het is een heel luxe probleem natuurlijk, maar met 1 oortje zitten. En waar ik helemaal van af ben gestapt zijn oortjes met draad. Dat vind ik al helemaal verschrikkelijk. Dan zit je de hele tijd in de knoop met dat draad. Begin ik al helemaal niet aan. Yay, ik heb ze toch maar gekocht jongens. Want dan kan ik gewoon door. En anders dan blijf ik maar nadenken. AirPods Pro, volgens mij, ik weet nou niet of de 2e of de 3e generatie is. Volgens mij gewoon de 2e. Yes. Ja, ik zit er. Uitzicht is de muur. Maar ik heb wel besteld. Ik heb lekker pasta met lekker garnalen heb ik besteld. Dus ik dacht, ik ga niet weer naar de Mac hoor. Nou even een keer lekker pasta. Het is zo gigantisch druk hier. Iedere keer weer. Ik snap het ook niet hoor. Daar heb ik een mall. De Mall of the Netherlands. Ik weet niet of jullie dat kennen. Echt super veel bezoekers. En dan heb je een restaurant met letterlijk 20 tafels. Dat is toch niet oké. Wel, ik kan dan gelijk mijn nieuwe AirPods even unboxen. Want ja, het eten dat duurt natuurlijk dan nog wel eventjes. Dus doe ik deze. Kijk, deze bewaart dan voor als ik een keer een oortje kwijtraak van de andere kant. Dan kan ik die dan gebruiken. Een unboxing. Yes. Yay. Kijk, dit zijn ze. Gloednieuw. Oplader en van die extra oorsetjes van die oordoppen. En dan kan ik op mijn telefoon op verbind klikken. Oké. Nee. Wat is dit? Aan de zijkant. Dat heb ik niet gezien, dit. Is dat zo'n weer, joh? Geen idee. Dat heb ik met mijn oude. Heb ik dat niet, dit. Ik heb lekker wat brood. En ik heb lekker pasta met garnaal, kaas, spinazie en
Ja, that's it. Lekker, heel veel kaas. Dat is jammer, want ik had dat toch eigenlijk niet moeten doen. Ik vind kaas lekker, maar dit vind ik zo geweldigend. Maar goed, ik eet het. Nom nom. Beste allemaal, dit was de vlog voor vandaag. Ik ga me afsluiten. Ik ben inmiddels lekker alweer thuis. Ik was lekker in bed. He, filmpjes gaan kijken en weet ik het allemaal. Gewoon een beetje rondstruinen op het internet. En ik ga nu slapen. Het is voorbij, jongens. Nou, een jaar vlogs zitten we op. En we gaan natuurlijk gewoon nog door, hè. Het is niet een stop, wat ik al zei. Dus we gaan weer allemaal nieuwe momenten beleven aankomend jaar. Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook. Wil je nou niets missen van mijn avontuur, hè, rondom de vlogs? Klik dan vooral even op het belletje en die staat naast de abonneerknop. Zo krijg je iedere keer een melding van wanneer ik weer een nieuwe vlog heb gepost. Heel handig dus. Ik zie jou morgen in een nieuwe vlog. Tot dan.